Hallo allemaal en welkom weer terug op mijn kanaal. Ik kan gewoon niet geloven dat het alweer zover is, maar hier ben ik dan gewoon weer. Een jaar later weer terug met mijn gift guides met cadeau-ideetjes voor de feestdagen. Ik kan me zelfs al niet meer herinneren aan het hoeveelste seizoen van deze serie dat ik zit. Maar er zijn er al heel wat. Ik heb er al heel wat jaartjes op zitten met mijn gift guides. En trouwens, zoals elk jaar, ben ik er weer begin november met mijn cadeau-ideetjes. Ook dit jaar weer 3 video's. Eentje voor de kinderen, eentje voor vrouwen en mannen. Voorlopig hou ik het nog zo eventjes verdeeld. En dit jaar begin ik met die voor de kinderen. Ik weet het. Meestal begin ik met vrouwen, mannen en dan kinderen. Of toch wel eens, meestal begin ik gewoon echt wel met vrouwen. Maar dat is om puur praktische redenen, omdat ik voor de mannen en de vrouwen nog niet alles binnen heb. Maar dat ik wel echt gewoon goed op tijd wil beginnen aan deze video's. En dat ik ze goed op tijd online wil hebben staan voor jullie. Dat jullie genoeg tijd hebben om na te denken, te vergelijken en eventueel te bestellen voor de feestdagen. En daar eventueel ook nog wat kortingen mee kunnen pakken voor Black Friday en zo. Dus, de video voor de kinderen. Ik laat deze video een beetje mee evolueren met de leeftijd van mijn eigen zoontje. Mijn eigen zoontje Finn, die is nu 2,5. Ja, ik hou het een beetje bij wat ik ken en waar ik ervaring mee heb met Finn. Zelf hier thuis, dus het leek me zo wel onlogisch om onze voor oudere kinderen cadeau-ideeën te gaan brengen. Maar goed, als je nu zelf een jonger kindje in huis hebt, kijk dan even mijn video's van vorig jaar en van het jaar daarvoor terug. Daar gaan cadeautjes in staan voor wat jongere kindjes. Het is een hele lijst. Ik heb mega veel ideetjes voor jullie voor dit jaar, voor alle cadeautjes. Dus pauzeer de video even, pak er iets te drinken bij, doe een comfy joggingbroek aan en sit down and relax, because I got you covered. Ik heb mijn best gedaan om wel echt rekening te houden met een aantal criteria. Ik heb van alles in verschillende prijsklasses. Het moet stevig zijn, mooi zijn, het moet gewoon lang meegaan en gewoon geen brol. Laat ik dat maar gewoon zeggen, geen brol. Dus ik ga deze intro niet langer maken dan dat het al is. We gaan eraan beginnen. Een website waar ik standaard heel graag op kijk als het aankomt op speelgoed of kinderkamerdeco, dat is KidsDeco. Ik gebruik hun zusterwebsite ook altijd voor zeg maar, de feestjes van Finn te organiseren. Dat zijn twee websites die door hetzelfde bedrijfje gerund worden, PartyDeco en KidsDeco. En KidsDeco heeft dus echt gewoon een heel mooi en leuk assortiment aan speelgoed. Gewoon een heel duidelijke website en dat vind ik gewoon heel fijn aan hun. En ik heb dus voor deze video heel wat spulletjes bij hun kunnen terugvinden. En ik heb dus ook iets superleuk kunnen regelen voor jullie. Namelijk een kortingscode die echt nog wel een hele tijd in de feestdagen loopt. Dus ik zal die hier eventjes in beeld zetten. Ik ga die hieronder ook in de beschrijving zetten, zodat jullie die zeker niet gaan vergeten. Ik zou zeggen, sla die echt even op, dat jullie daar goed mee kunnen scoren voor de cadeautjes. Want ik bedoel, korting voor de cadeaus is toch altijd what we need. Als eerste een soort combi cadeau, zal ik maar zeggen. Dit is iets dat je echt met heel verschillende dingen kan gaan combineren en kan gaan gebruiken. Het ziet er ook nog eens mooi uit. En het is een gepersonaliseerde houten speelbak. En ik hoor jullie nu al zeggen, wat moet ik daarmee? Nu iets waar Finn echt heel erg fan van is, dat is sensorisch spel. En sensorisch spel kan je op verschillende manieren invullen. Dat is namelijk met oftewel gekleurde speelrijst, met kinetisch zand. Allee, zo wat, dat idee. Ik vind het super leuk om dat soort activiteiten aan te bieden aan Finn. Ik zie hem daar ook echt wel heel erg van genieten altijd. Zo met wat potjes en wat dingetjes en zo. Je kan daar echt eindeloos in combineren. Maar achteraf is die opkuis altijd wel een beetje ambetanter. Dus daarom is zo'n speelbak wel echt heel leuk. Zoals je kan zien, het is best wel een heel groot ding. Mijn arm is te klein daarvoor. En KidsDeco heeft dus op hun website een heel aantal modelletjes van mooie, stevige houten speelbakken. Die dat je kan laten personaliseren. Ik ben zelf gegaan voor dit model. Ze hebben echt verschillende tekeningetjes met dino's, met auto's, met allemaal heel mooie neutral things. Ik weet het, er gaan nu mensen met hun ogen draaien, maar I still love it. Hij is ongeveer een 6-7 centimeter hoog. Dus echt de ideale diepte en grootte om daar dus van alles in aan te bieden. Dus wij gebruiken dat zelf om twee soorten spel aan te bieden momenteel. Eén is met kinetisch zand. Deze is ook van KidsDeco, dus je kan dan gewoon echt mooi een setje samenstellen. En iedereen dat kinetisch zand al wel eens gevoeld heeft, weet wel wat ik bedoel. Dat is echt zo het meest
Ik weet dat niet, zo het meest rustgevende en het leukste dat je al hebt gevoeld. Als je dat samenknijpt, dan houdt dat in vorm. Maar als je dat dan gaat loslaten, dan valt dat weer samen. Dat is echt, ja, dat is echt heel speciaal. En dat kan je dan echt wel aanbieden, ook met vormpjes, met schepjes. En anderzijds kan je zo'n doos dus vullen met een sensory speelset van Gewoon Mama. Gewoon Mama is een heel leuke en ja, beetje lokale webshop gerund door Shoni. Je kan daar dus kant-en-klare setjes verkopen. Dat is ook wel echt een tip die ik jullie wil meegeven. Zij verkoopt dus echt heel mooie kant-en-klare sensory sets met al gekleurde rijst en dan de juiste bijhorende accessoires erbij. Dat is echt mega tof. Zij heeft ook abonnementsformules en zo. Ik heb zelf al twee van dat soort sets in huis en die accessoires combineer ik ook allemaal. En dat vindt Finn echt geweldig om mee te spelen. Maar de gewone mama sets zijn wel echt gewoon kant en klaar, ready to go. Dus dat zou bijvoorbeeld wel een heel mooie combinatie zijn. Als je zo een gepersonaliseerde doos laat maken en die al gewoon helemaal klaar maakt met een gewone mama set. Het volgende cadeautipje is deze, namelijk een Magna Tiles set. Ik denk dat deze het laatste jaar echt helemaal up and coming zijn geworden. En Magna Tiles zijn eigenlijk vierkante schijfjes met telkens op de hoeken magneetjes aan bevestigd. En daarmee kan je dus blokken gaan bouwen, leuke kleine scènes gaan bouwen. En helemaal gewoon alles leuk magnetisch in elkaar gaan steken. Dat is echt een heel tof merk die daar ook volledig combineert. Zijn onder elkaar en gewoon gemakkelijk combineerbaar. Het is niet dat je zegt van, oh nee, nu heb ik weer een set nodig omdat het net niet uitkomt. Je kan dat wel hebben met een bepaald speelgoed, dat je denkt van, oh, ik moet daar een set van kopen, want dan kan ik dat doen. En dan blijkt dat ze toch net niet uit te komen. Dat is met dit niet. Je kan daar echt gewoon eeuwig mee blijven uitbreiden. En dat gaat ook altijd wel echt mooi bij elkaar passen. Ik heb hier zelf de Woodland Animal set. Ik vond dat een hele leuke, omdat die zo wat de winterse vibe heeft. Zo met het bos, wat bosdiertjes. Er zit een hertje bij, een uil, een beer, als ik het goed heb. En een, wat is het, een wasbeer? Een raccoon? I need to check. It's a raccoon. Ja, oké. Ik denk dat dat ook gewoon echt heel leuk is voor de fijne motoriek om zo wat alles in elkaar te gaan zetten en er dan weer toch iets anders mee te doen. Oké, we gaan door naar de volgende tips. En jullie weten dat wij hier thuis enorme fan zijn van boekjes en voorleesboekjes. Dus het leek me wel leuk om, net zoals vorig jaar, een aantal boekentips te geven in deze video. Vorig jaar heb ik een aantal heel mooie Sinterklaas en kerstboeken ook gedeeld. Dus als je daar meer interesse in hebt om echt wel meer in het thema te gaan werken, check dan die video even. Dat heb ik dit jaar niet. Ik moet zeggen dat ik denk ik dit jaar het gewoon ga houden bij de boekjes dat we hebben van Sint en voor kerst. Want ik vond dat wel echt heel toffe boekjes waar we nog mee kunnen doen. Maar dit zijn een aantal van onze favorieten van het moment. En echt gewoon heel mooie boeken waarvan ik denk dat dat over een heel ruim publiek aantrekkelijk gaat zijn. Dus als je iets cadeau wil doen aan een kindje of aan je eigen kind, dan zit je met deze sowieso wel goed. Daar ben ik zeker van. Als eerste deze. Deze heeft Finn cadeau gehad voor zijn verjaardag. En dat is zo'n leuk en een mooi boek. En dat leest heel fijn en vlot voor. Dus dat is voor, zeg maar, de voorlezer ook wel heel leuk. Het heet Lente, Zomer, Herfst, Winter. En het draait eigenlijk allemaal om de seizoenen. Dat zegt het ook al. En dat is zo leuk, want Finn kan dat dus echt al bijna helemaal meezeggen. Zo vaak hebben we het al gelezen. En de tekeningen zijn eigenlijk opgebouwd rondom de boom die daar centraal staat. Er zit ook een uil in en dat is eigenlijk hier waar ik mijn gaatje, ik weet niet of je dat kan zien. En op elke pagina komen er gaatjes bij en verdwijnen er weer gaatjes. Dus hier komen er dan gaatjes bij van beren. En het doorloopt eigenlijk in gedichtvorm de vier seizoenen. Daarmee dat ik dat ook een heel leuk boek vind om voor te lezen. Ik hou wel zo van nijntjes. Boeken zijn bijvoorbeeld ook in rijmpjes altijd opgebouwd. En dat vind ik heel aangenaam voorlezen zelf. In het bos is alles stil en de wind is schuur en kil. De uil in de boom is oud en wijs. Hij heeft geen last van sneeuw en ijs. De sneeuw en de kou verdwijnen. En de zon begint zachtjes te schijnen. Er komen jonge beren tevoorschijn. Zou het al bijna lente zijn? En zo bouwt het eigenlijk volledig op totdat de vier seizoenen voorbij zijn en dat het weer lente gaat worden. Of dat ze zich afvragen, zou de lente weer gaan komen? En Finn vindt het, ook al zijn het heel... het zijn relatief simpele pagina's, zou ik zeggen. Aangezien dat toch altijd wel rond die boom werkt. Maar de kleuren zijn echt heel erg mooi.
En Vin vindt het zo leuk om zo die gaatjes te ontdekken. En dan zitten daar op een gegeven moment ook keiveel bijen en zo bij. Dat vindt ze echt heel tof. Dus ik moet zeggen, dit boek hebben wij echt al versleten. Dat is echt al heel veel voorgelezen geweest. En dan deze. Ik denk dat veel van jullie die misschien ook al wel gaan kennen. Volgens mij is daar ook een film van. Nee? De Gruffalo. Alleszins, wij hebben hier het kind van de Gruffalo. En dat in kartonnen boekjesvorm. Dat is echt een heel toffe serie om ook voor te lezen. Het gaat over zo'n monstertje. Deze. En het kind van de Gruffalo, ja, is zo wat iets winterser. Dus dat is misschien wel heel leuk om cadeau te doen. Zo rond de kersttijd, rond de Sinterklaastijd. En ook deze wordt weer in een soort rijmpjesvorm voorgelezen. En dan de laatste boekentip die ik voor jullie heb, is een heel groot zoekboek of een kijkboek. Het is eerder, ja, het is opgebouwd als een zoekboek, maar bij ons is het vooral nog een kijkboek. En ik heb die vorig jaar al gedeeld in de What I Got for Christmas. En ik heb daar toen heel veel leuke reacties op gehad, namelijk De Gele Ballon. En dat is echt een heel mooi boek. Nu, één ding daar wel over zeggen. Ik heb online gezien dat die in verschillende formaten en verschillende versies verkrijgbaar is. Wij hebben hier de grote kartonnen versie. En dat lijkt me wel het handigste voor dit boek. Ook al heb je iets oudere kinderen. Dat lijkt mij gewoon aangenamer om met een stevig kartonnen boek op schoot te zitten, in de zetel, in een tentje, in bed, dan met een, zeg maar, een papieren pagina boek. Ik heb in de winkel al de papieren pagina gezien. En ik heb deze ook zelf al cadeau gedaan dit jaar aan vriendjes van ons. Ik zal het nog eens heel kort tonen. Het zijn heel mooi opgebouwde pagina's. En ook heel breed qua leeftijd. Die ligt bij ons onder de salontafel en dan wordt er echt wekelijks bijgepakt, dat boek. Als volwassene kijk je anders naar dit boek als kind. Finn ziet dan bijvoorbeeld olifanten, bijvoorbeeld in dit geval, zie je de savanne. Dit boek is echt enorm gelaagd, dat wij als volwassenen daar ook nog heel veel plezier uit halen om daarnaar te kijken. Dit is echt iets waar je tot minstens, ik denk, 12 jaar mee gaat kunnen doen. Omdat hoe ouder dat Finn gaat worden, hij ook weer andere details gaat zien en daar misschien vragen over gaat hebben. Vooral eigenlijk omdat het boek op niet elke pagina ook echt even happy-happy is. Ik zal maar een klein voorbeeldje geven. Er is hier bijvoorbeeld ook een stukje favela of sloppenwijk getekend. Voor Finn is dat nu nog niet echt heel opvallend, maar misschien dat hij later daar dan wel vragen gaat over hebben. En dan is dat wel een heel mooi uitgangspunt om daar een gesprek over aan te gaan. Dus deze kan ik zeker aanraden, echt al vanaf kleuter, dreumestijd. Ja, en daar ga je jaren plezier van hebben. Het enige wat ik echt wel zou zeggen is investeer in de kartonnen versie. Ik denk dat die 10 euro duurder is. Maar als je er echt 10 jaar mee wilt doen, zou ik dat wel doen. Het volgende cadeau is echt een klepper. En dat is natuurlijk ook gelijk de duurste van deze gift guide. Ik vond dat echt een hele leuke. Ik probeer altijd zo wat chicere cadeaus en wat simpelere cadeaus in mijn gift guide te steken. En het iets chicere cadeau is ook wel eentje waar je heel lang mee gaat kunnen doen. Namelijk een speeltentje. En het is er echt een hele mooie geworden. Ik had deze specifiek gezien op Instagram en ik heb hem toen gevonden bij Kids Deco. Het is een paviljoententje. Echt een heel mooi hoekig tentje, heel ruim en echt heel gezellig. Ik heb die dan zo wat aangekleed met vlagjes vooraan. En het is eigenlijk mijn bedoeling om daar echt zo wat onze snuggly leeshoek van te gaan maken. Ik heb daar zo'n heel lekker dik kussen in gelegd en zo wat cozy helemaal gemaakt met knuffeltjes voor Finn. En Finn vindt het nu al mega gezellig om daar boekjes in te lezen en om daar gewoon, ja, gewoon cozy in te zijn. Het is echt zo'n gezellig tentje. Het is ook wel echt een hele mooie eyecatcher in de kamer. Ik heb hem nu in Finn's toekomstige kamertje gezet. Maar hij kan evengoed in de woonkamer staan. Ik denk ook wel zeker dat als de kerstboom weg is, dat ik hem zo even in de living ga zetten voor de wintermaanden. Om zo een cozy plekje te creëren tijdens de donkere maanden. Ik weet zeker dat Finn dat echt mega leuk gaat vinden. Maar ik denk zo van die tipi-tentjes en zo, dat is echt al helemaal de rage geworden de laatste jaren. Maar zo'n paviljoententje had ik eigenlijk nog nooit gezien. En dat was ook echt, als ik dat zag, dacht ik, ja, dat is het. Dat is zo'n cozy plekje waar je kind zich een klein beetje in kan terugtrekken. Op zichzelf of met jou om samen boekjes te lezen. Een leuke tea party te houden met zijn knuffels. Gewoon leuk 's avonds even bekomen, vertellen. Een klein momentje gewoon om te ontprikkelen en tot rust te komen. En ik denk naast spelen, want je kan daar een leuk kamp van maken. Zo alle zijkanten rollen individueel op naar boven. Of kan je gewoon alles dicht houden. Ik heb er nu 3 open om het zo wat, ja,
een mooie open voorkant te geven. En wat ik leuk vind aan dat soort speelgoed is dat dat redelijk neutraal is van zichzelf. Maar dat betekent wel dat je kind zijn fantasie daar volledig op kan laten losgaan. Dat kan zijn whatever it is. En ik denk ook wel echt, als je dat voor Kerst of voor Sinterklaas bijvoorbeeld zou willen cadeau doen, als je dat al helemaal opzet en klaarzet en dat je dan je kindjes morgens laat binnenkomen, dat dat tentje daar dan staat. Ik denk dat dat echt een hele mooie verrassing is. Dus dat is wel mijn grootste en mijn chicste cadeau dit jaar in mijn gift guide. En ik denk wel dat dat een hele geslaagde is. Ik vond dat echt een hele mooie en ook gewoon origineel. Omdat het zo een iets andere vorm heeft als anders. En ja, het is gewoon echt heel cozy. Ik lig er zelf ook heel graag in. En zo is hij ook al van, wow, dit is echt mega gezellig. Ik wou dat ik dit vroeger gehad had. Als volgende deze, de Junior Colorino. Ik heb deze zelf dit jaar in de kringloop gevonden. Dit is een nijntjes editie. Het concept is heel simpel, maar heel leuk. Wacht hoor, ik ga eventjes de knopjes eraf halen, want Finn heeft hier dus al mee gespeeld. En dan kan ik het jullie toch iets beter laten zien. Well, ik ga het zo laten. Je begint dus eigenlijk standaard met een doorschijnende plaat, waar dat er kleine knopjes op zitten. En daarbij zitten dus een heleboel verschillende gekleurde tekeningen mee in de doos. En zoals dat je al kan zien, zitten er op de tekeningetjes rondjes aangeduid. Nu, het is dan de bedoeling, ja, zo, dat ik het juist insteek, dat je die tekeningen daarachter insteekt. Daar zijn zo wat kleine haakjes voor. Dat je dus dit krijgt. En dan kan je kindje aan de hand van de bijhorende gekleurde buttons de vakjes gaan invullen door dat daar zo in te duwen. Nu, Finn heeft echt al wel heel goed zijn best gedaan hier. Dat is echt heel leuk. En dit is echt top enerzijds voor de fijne motoriek, aangezien dat ze dat wel echt op zo'n knopje en zo moeten gaan duwen. En anderzijds ook voor het leren van de kleurtjes en voor zowat, ja, de opbouw van een tekening en voor zowat inzicht te krijgen in tekeningen en opbouw. Dus dit vind ik echt een hele leuke. Als volgende deze, ook weer wat meer in de spelletjescategorie, maar ook wel meer in de motoriekcategorie. Dus zowat 2-in-1. En dat is namelijk een hengelspel of een visspel. Het is eigenlijk een heel simpele opbouw. Het is een houten plaat met allemaal verschillende soorten visjes. En dan zit daar een magnetisch hengeltje aan vast. En zeg maar, in het midden van dat visje is ook altijd een magneetje te vinden. En dan moeten ze dus heel simpel met het magneetje het visje omhoog halen. Bij mij ging dat nu hier een klein beetje stroef, want er zat wat gekleurde rijst in het vakje van het visje. Om jullie maar te zeggen dat ik jullie echt wel tips geef die dat wij hier thuis wel echt keihard toepassen. En achteraf, als alles er is uitgehaald, is het dus ook de bedoeling dat ze het er weer allemaal kunnen gaan inpuzzelen. Dus het is ook zo wat een houten puzzel en visspel. Ik vind dit zelf ook wel heel leuk om te doen. Dus deze, zeker een aanrader voor de spelletjeskast. Het volgende cadeau is iets praktischer, maar daarom ook nog wel altijd heel leuk. Namelijk een weekend bag. En dan niet zomaar een weekend bag, namelijk een gepersonaliseerde weekend bag. Dit is gemaakt door het Belgische bedrijf Customify. Customify is echt gewoon een klein lokaal bedrijfje. En de eigenaresse personaliseert ook zo alle tassen helemaal zelf. Ze heeft een hele vintage geïnspireerde collectie, waaronder deze. Het is een stoffen zak. Ik heb hem nu voor de video een klein beetje opgevuld. Zoals hij leeg is, neemt dat ook helemaal niet zo heel veel plaats in. En daar staat op Parent Vadrouille Finn. En je kan dan een heleboel verschillende tekstjes kiezen, lettertypes kiezen, kleurtjes kiezen. En bij deze set zit ook een linnen zakje. Ook weer met Parent Vadrouille Finn. En dat is dan bedoeld voor de was of als je schoenen wilt meenemen. Of bijvoorbeeld laarzen of zo, waar je van zegt van de rest mag niet vuil worden. Kan je dat hier insteken. Zo'n leuk linnen zakje. Ze heeft niet alleen zo van dit soort weekendtassen, van die grote zakken. Ze heeft ook echt een heleboel zo turnzakken. Allemaal mooie tasjes voor naar het zwembad te gaan. Voor mama voor mee te nemen. Je kan dat echt gewoon laten personaliseren voor wie dan ook in de familie. Dus misschien ook een tof cadeau van je kind. Voor bijvoorbeeld de grootouders. Kan je dat zo op die manier die relatie laten personaliseren. Heel tof. En aangezien dat vindt toch af en toe wel eens uit logeren gaat, leek me dit wel heel handig. Wij propten nu eigenlijk altijd alles in de luiertas. Maar dat is niet zo heel praktisch. Dus ik ben wel heel blij dat we nu zo wat een designated heen en weer tas hebben.
voor onze Fien. En dan zijn we aangekomen bij het voorlaatste cadeau en dat is deze. Ik heb deze al eerder laten zien als wij ons aan het klaarmaken waren. Ik heb hem op zijn kop vast trouwens. Als wij ons aan het klaarmaken waren om te vertrekken naar Italië met de auto. Ik had deze in huis gehaald om Fien de autorit een beetje gemakkelijker mee door te maken. En dat is een Timio. Wie dan nu kijkt van, wat is dit? Dat is een Timio. Een Timio is eigenlijk een audio spel player. Ik weet niet zo heel goed hoe ik dat moet omschrijven. En de Timio zichzelf ziet er zo uit. Je kan die zo wel laten staan op een standaard. Zo. En daar zitten dan eigenlijk allemaal magnetische plaatjes bij. Daar is echt een hele collectie aan. En dat zit in allerlei verschillende categorieën. Deze zijn te koop in verschillende setjes. Dus check even als je de Timio wilt aanschaffen. Daar zitten standaard, ik denk, een vijftal discjes bij. En dan de discs worden volgens mij ook verkocht per 5, als ik het goed heb. Maar als je dan zegt van ik wil een extra uitbreidingsset ervoor kopen, kijk dan even hoe wat dat je leuk vindt. Want niet elke set is hetzelfde natuurlijk. Die discs zijn heel uiteenlopend, maar het meeste is wel educatief gericht. Dus bijvoorbeeld deze van de wilde dieren. Ik ga hem even opzetten, dan kun je het ook horen. Dat je de disc erop plakt. Zoek de vos. De vos? Ah ja, er staat een vos op. Ik was al aan het denken. Het gemakkelijke hieraan vind ik dat die discjes magnetisch zijn. Dus je kindje kan dat er zelf heel gemakkelijk terug op en afhalen. Kijk, dat is echt gewoon eraf trekken en er terug op plakken. En hij pakt hem al en hij herkent dan zelf welke disc dat erop zit. Je hebt een aantal verschillende instellingen aan de Timio. Bijvoorbeeld bij het educatieve gedeelte, zoals bijvoorbeeld de wilde dieren, geeft zij een opdracht. Zij heeft in dit geval gezegd, zoek de giraf. Dan is de bedoeling dat je kindje op de giraf gaat tikken. De giraf. Zoek de beer. Voilà, en zo gaat dat verder. Dan tik je op de beer. Dan zegt zij, ah, de beer. En dan geeft dat een beergeluid. Maar je kan dus ook dat spelelement afzetten en je kindje vrij laten tikken. En dan geeft het gewoon de geluidjes en een klein beetje info erover. Maar Finn vindt het wel heel leuk als ze zo zegt, zoek dit. En dan tikt hij erop, zoek dat. En dan heb je dus met wilde dieren, met fruit, instrumenten, insecten, dino's. Allee, alles wat je maar wilt zeggen. Daarnaast zijn er ook een aantal verhalen discjes. Dat vind ik ook heel erg tof. Dat zijn allemaal korte verhaaltjes. Ik denk zo allemaal een dertigtal seconden als ik het zo in kan. Ja, dertigtal seconden tot een minuut. Verhaaltjes. En elk icoontje is dan een apart verhaal. En ik vind dat wel een heel mooi alternatief voor schermtijd. Finn is daar wel echt lang mee bezig. En die snapt nu ook duidelijk hoe dat hij een disc moet pakken, daarop moet doen. In het begin moest hij daar zo een klein beetje mee oefenen. En hij snapt ook wel echt van, oké, dit is muziek. Allee, hij weet ondertussen wel al zo wat ongeveer wat is. En hij kan dus zelf ook wel goed kiezen waarin dat hij zin heeft om mee te spelen. En dan zijn we bij het laatste cadeau-idee gekomen van deze video. Ik denk dat we hier ondertussen al een half uur bezig zijn. Ik hoop dat jullie de aandacht er nog bij hebben. Maar de laatste is ook wel een hele mooie. En dat is namelijk een set van Love Fairy. Sinds dat wij de eerste set van hun hebben mogen ontvangen, ben ik wel echt verliefd geworden op hun concept. Vandaar dat ik het ook echt heel graag wilde delen hier. Zij verkopen allerlei sets op basis ingedeeld van leeftijd van je kindje. Dus je gaat op de website kijken. Je kiest het aantal maanden dat je kind is of de leeftijd van je kind. En dan ga je op basis daarvan een set kiezen. Zo werkt het systeem eigenlijk een beetje. Je kan eigenlijk om de 4 maanden ongeveer een nieuwe set bij hun kopen. Als je dat zou willen. Je kind kan er natuurlijk nog veel langer mee spelen, want Finn speelt echt nog met alles van de afgelopen zomer. Ik heb hier de set specifiek voor 31, 32 en 33 maanden en die heet de Investigator Set. Als je de set open doet, zie je een grote tekening met die Investigator en dan ook op de achterkant een klein beetje overview van wat er allemaal in de set zit. En dat is van alles. Het is echt de bedoeling dat je met deze set eigenlijk gewoon volledig zou kunnen doorkomen om de komende maanden te gaan spelen. En dat je dan ook met dat speelgoed verschillende doelen kan... Dat echt ook wel over verschillende activiteiten kan meegaan. Er zitten bijvoorbeeld in deze set een aantal ringen in. Gekleurde ringen in. Een boekje over samenspelen. Dat is heel leuk. Er zit zo een kleine experimentenset in. Voor de ouders wel heel belangrijk. Er zit een heel uitgebreide gids in van hoe dat je het speelgoed kan gaan gebruiken. Voor welke ontwikkeling dat het allemaal goed is.
allee, extra informatie over de ontwikkeling van je kind in die bepaalde maanden waarvoor de set geschikt is. Ik heb deze toen meegenomen op vakantie. Daar zoveel leuke info uit gehaald. Dus die heb ik ook nog steeds liggen. Deze, dat is echt gewoon heel informatief ook. Het is altijd heel erg gebaseerd op kleuren, simpele technieken, maar ook wel dingen dat je zeg maar over verschillende tijden kan gaan gebruiken. Je zou dus bijvoorbeeld kunnen zeggen van ik geef zo één set van Loveberry cadeau. Dan heb je één ding om uit te pakken of je pakt het op voorhand al een beetje uit en je geeft alles individueel af. Dat kan ook. Maar dan heb je dus echt gewoon om voor een hele lange periode mee te spelen. Dus dat vond ik wel echt een heel mooi uitgewerkt product qua speelgoed dat ik met jullie wil delen in deze video. En dat waren ze officieel allemaal. Als jullie tot dit punt van deze video gehaald hebben, hooray for you! Echt, wow, zalig, keileuk. Ik hoop alleszins dat jullie iets aan deze tips gehad hebben. Ik ga alle linkjes naar alles hieronder in de beschrijving zetten. Of tegenwoordig staat dat hier zo ergens aan de zijkant. Ik weet niet waar dat staat. De beschrijving is bij mij alleszins verplaatst. Vroeger zat dat er altijd onder. Dat zit nu zo ergens daar. Een keer aan de zijkant kijken, klikken. Ik probeer altijd alles uit te linken. Maar als er nog vragen zijn, twijfel niet om ze te stellen in de comments. Ik check echt regelmatig al mijn comments en ik probeer daar altijd zo snel mogelijk op te reageren of daarmee bezig te zijn. Dus don't worry, als je nog vragen hebt, stel ze gerust bij de comments of stuur mij een berichtje op Instagram. Dat kan ook altijd. Doe dan ook even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal, dat apprecieer ik enorm. Dat kost geen geld, gewoon een klein beetje secondentijd. Zou kei fijn zijn en ik zie jullie de volgende keer weer terug met een volgende gift guide. Ik weet nog niet welke dat gaat zijn. Mannen of vrouwen. But time will tell. We'll see. Tot de volgende. Bye.